Tackle Flow heeft vrijdagmiddag 28 mei zijn baasjes en de brandweer aardig bezig gehouden. Ter hoogte van het Beeldse Meertje dook rond 10:30 de Tackle een konijnenhol in om er vervolgens niet meer uit te komen. Het was niet duidelijk of het beestje vast zat in het hol. Zo'n 3,5 uur later heeft het baasje de brandweer gevraagd te helpen. Het konijnenhol bleek minstens 2 uitgangen te hebben. De brandweer heeft de openingen groter gemaakt en kon vervolgens het eigenwijze beestje zien, maar hij weigerde naar buiten te komen. Omdat de Tackle zich ook bij een andere uitgang liet zien, was het duidelijk dat hij niet vast zat, maar er een spelletje van bleek te maken. Met voedsel werd geprobeerd het beestje naar buiten te krijgen, maar als Tackle reageer je daar natuurlijk niet op. Nadat de brandweer vertrokken was, duurde het nog lang voordat de Tackle zich liet zien. Rond 4:30 filmde zijn baasje Christy hoe Flo naar buiten kwam.